Ik heb nog één bezwaar tegen die wet. Er staat uitzichtloos en ondraaglijk in één zin. Maar dat zijn twee volkomen verschillende dingen. Uitzichtloos, dat is de arts zegt ik heb niks meer, ik heb geen medicamenten meer. Je mag dan niet zeggen ik kan niks meer voor je doen, want je kan nog altijd troosten en ondersteunen. Maar uitzichtloos, dat is, we hebben geen fysiotherapie, we hebben geen logopedie, we hebben niks meer, geen medicijnen, niks. Maar ondraaglijk, dat is wat de patiënt zegt. En daar moet je alleen maar respect voor opbrengen. En dat vind ik zo jammer dat ze dat... Dat zeggen die artsen ook in beoordelingen van mensen, in de rapporten. Het is niet uitzichtloos en ondraaglijk. Dan denk ik, nou. Wat je zou kunnen zeggen is dat de positie van de arts in de wet, daar zouden we eens naar moeten kijken of die niet te zwaar aangezet is ten koste van de positie van de patiënt. Daar zou ik nog wel eens naar willen kijken. Maar de wet biedt al de nodige ruimte. Natuurlijk is te zwaar geformuleerd uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vind ik ook wel een paradox. Want als ik euthanasie wil, dan wil ik ondraaglijk lijden voorkomen. Maar de wet eist dat ik ondraaglijk lijd. Dus eigenlijk moet ik voldoen aan een eis die ik wil voorkomen. Die paradox zit ook in de wet. Je moet voldoen aan iets wat je niet wil. Ondraaglijk lijden. Dus daar zouden we ook nog eens naar moeten kijken. En dan zou die grens wat naar voren kunnen. Maar in de praktijk gebeurt dat ook wel als we kijken bij dementie. Daar is het zekere uitzicht op het komend lijden een gerechtvaardigde grond voor euthanasie.